Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Auto Service met vandaag even een filmpje over een Polo wiellager waar een productiefout in zit. En dat is wel een hele domme productiefout van het merk Starline. Want de trommel komt nu tegen de ankerplaat aan en dat hoeft op zich helemaal niet zo'n heel groot probleem te zijn als ze er even een vulringetje bij geleverd hadden van om en nabij 2 mm. Dan was je hier gewoon zonder problemen, zonder kleerscheuren meer weggekomen, zeg maar. Maar dit is gewoon echt wel weer heel erg jammer dat ze hier niet even naar gekeken hebben. Op zich is er niks mis met het merk Starline volgens mij. Dus, maar dit is wel een beetje jammer, zeg maar. En het kan heel simpel opgelost worden door af fabriek even een ringetje toe te voegen. Goed, nou dit is het probleem dus. Het nieuwe lagertje ziet er super fris en fruitig uit en, ten opzichte van het oude lager. Het oude lager had de remvoering versleten en je ziet die ABS ring. Die is door een handremhevel helemaal afgeracht. En dat hoeft op zich nog helemaal niet te betekenen dat de ABS niet meer werkt. Maar het nieuwe lagertje die is, die was gewoon nodig omdat hij echt lawaai maakte, dit lager. En dat even terzijde. Maar alles klopt aan dit lager. De dikte van die naaf, alles klopt. Dit is ook de afstand van dit, waar het wiel op moet, alles. ET-waarde, alles hetzelfde. Maar wat schetst onze verbazing? Dat als je het lager monteert, dan is dit lager, die zit niet op dezelfde hoogte als dat lager. Deze ligt zeg maar hoger. Hoger ten opzichte van de bovenkant, waardoor die dus de naaf zeg maar verder naar buiten drukt. Dan heb je dus meer ruimte tussen de trommel en de ankerplaat. En als je deze aandraait, dan kun je al een beetje zien als je er zo tegenaan kijkt. Dan zit hier minder ruimte tussen als die. Maar ik zal het nu even laten zien met de schuifmaat. De schuifmaat zet je even goed rechterop. Dat hij zeg maar dit zo recht zit. En dan druk je dat ding naar beneden zo. Even kijken. Woepsie woepsie. Moeilijk om te filmen en te meten tegelijk. Het is altijd een kriem is dat. Een beetje lastig, zeg maar. Zo. Dus dat doe je zo. En dan kom je erachter dat deze dus 61,6 is. En deze, die meet, dan kun je hem dus verder naar beneden drukken. Boop. Je ziet dat hij hier nou aan ligt, dat hij hetzelfde is. En dan zie je dat hij hier op exact 60 is gemaakt. We moeten even zoomen. Of nog iets minder zelfs. Ik dacht exact 60, maar in elk geval, er zit een dikke millimeter in. En iets meer nog, 1,5 mm, en dan krijg je dus dit effect, dat deze trommel, deze die met de hele witte rand hier, die schuurt dan langs de ankerplaat heen. En dus deze ankerplaat is dat, en daar schuurt hij dan zo langs heen. En dat wil je natuurlijk niet hebben, want u wilt graag een schraapvrije auto, zonder geneuzel. En het merk is dus Starline en het nummer is dit nummer. Dus ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee als u zo'n lagertje koopt. De prijs is wel fijn, maar houd er dan even rekening mee dat u of een stukje van de remtrommel af moet halen met dito de groef in de remtrommel met de remvoering waar u net iets anders mee uitkomt, of koop gewoon een ander merk wat wel past. Maar Starline mag hier even zijn voordeel mee gaan doen. Bij deze was dit natuurlijk ook een review. Verder ziet het er allemaal netjes en fris en fruitig uit. Verder heb ik te weinig op aan te merken over dit wielwagentje. Ziet er verder wel goed uit. Dus, maar goed, dat is even het verhaal. Ik zou zeggen, lang verhaal kort, be blessed maar weer. En tot het volgende filmpje. Yo!